Hoi, ik ben Robert. Welkom bij een nieuwe video van Python in de klas. In deze lesvideo gaan we het hebben over soorten datatypes. We gaan ook voorbeelden zien van die datatypes en hoe je die datatypes eigenlijk kan omzetten. In een vorige lesvideo hadden we het er al over hoe data bewaren in variabelen en dat die data eigenlijk een bepaald type heeft. En dat type bepaalt eigenlijk een beetje wat wij daarmee al kunnen doen in het vervolg van onze oefening. We gaan ook zien dat we die kunnen combineren in een output. Daar zat ook al een stukje bij in de vorige lesvideo. Nu, datatypes en hun verschillende soorten. Variabelen, dat weten we, dus die doos met die naam op die zijkant, wij kunnen die bewaren in het geheugen. In die plaatsen, in die dozen, kunnen wij data bewaren. Data heeft altijd een bepaald datatype. In de vorige lesvideo zagen we al de string. Dat is een onveranderlijke reeks aan karakters en je kan die best herkennen aan de aanhalingstekens. Dubbele of enkele, die kies je zelf, die keuze, maar niet mengen en let op met wat je daarin plaatst. Laura's nieuwe wagen vereist de dubbele aanhalingstekens, omdat er al een enkelvoudig aanhalingsteken in die string zit. Komen daar dus vandaag wel twee datatypes bij. In die vorige lesvideo had ik ook al eens gezegd dat je niet mag rekenen met een string. Je mag niet zomaar 5 opslaan als een string en dan daarmee allerlei bewerkingen beginnen uitvoeren. Dan gaan we rare toestanden beginnen krijgen, zeker als dat nog complexer begint te worden. Maar die 5, dat geheel getal, mogen wij wel opslaan in een integer. Een integer is eigenlijk het datatype voor de gehele getallen. 1024, 2, 1, 5, die passen daar wel in. Nu, je weet wel zelf, er bestaat meer dan de gehele getallen. We hebben ook de verzameling van decimale getallen bijvoorbeeld. 5.5, 3.14, 1020,7575 bijvoorbeeld. De decimale getallen slaan we op in wat het datatype float. Een float gebruiken we dus voor de decimale getallen, gehele getallen en een integer. Nu, zo'n string, een voorbeeld van zo'n string, kan bijvoorbeeld zijn, beste gebruiker, welkom bij Python. Je herkent die string aan die aanhalingstekens. Een voorbeeld van zo'n integer, 5, 10, 45, 58. En een voorbeeld van zo'n float, 3.14, 4.55 en 144.382. Opgelet, bij die float, bij die voorbeelden, wij zeggen in het Nederlands 3,14. Maar Python werkt niet met commas. Die commas worden later gebruikt voor iets helemaal anders. Die commas zijn al bezet. Eigenlijk gebruikt Python de puntnotatie. 3.14, 4.55. Als je je code invoert met een comma, zal normaal gezien de debugfunctie binnen Dodo naar Papyrus je daar ook een hint van geven. Want oei, dit gaat niet, dit werkt zo niet. Dus een afspraak, wil je gebruik maken van een decimaal getal, dan zal je dus de puntnotatie moeten gebruiken, niet de comma. We hebben hier nog een stukje code opnieuw uit de vorige lesvideo. Lengte, de naam van mijn variabele, is gelijk aan input, wat is de lengte? De gebruiker zal dat beantwoorden, die vraag. En we gaan het antwoord, de input van de gebruiker, gaan wij dan opslaan in de variabele lengte. Maar, bij zo'n oefening, wat is de lengte? Die verwacht je bijvoorbeeld bij meetkunde, bij wiskunde en meetkunde. Het antwoord van de gebruiker zal opgeslagen worden in de variabele lengte. Maar het antwoord van de gebruiker heeft een datatype. En zo, zoals het nu op het scherm staat, het datatype daarvan is een string. Wij zullen daar later in die wiskundeoefeningen misschien een berekening mee willen maken. Omtrek, oppervlakte of toch iets anders. Maar dat mag je dus niet doen met dit stukje code. Want je zal dat antwoord opstaan als een string, niet rekenen met een string. We gaan het dus moeten omzetten. Wat je nu ziet, naast mij, is dat hier de vraag gesteld wordt, we kunnen de code lezen van rechts naar links, wat is de lengte? Die vraag verschijnt op het scherm van de gebruiker. We gaan dat opslaan, we gaan die input meenemen, maar we gaan dat omzetten van datatype string, waar het standaard in staat, in het datatype integer, int, het wordt dus een geheel getal. Dus hier kan de gebruiker op antwoorden, de lengte is 5, toetst het nummer 5 in. Die 5 wordt eerst opgeslagen als een string, wordt daarna een geheel getal. Daarmee kan ik wel een logische of een goede berekening maken. Dit is belangrijk dat je beseft dat als je een inputfunctie gebruikt, in eerste instantie die data wordt opgeslagen als datatype string. En dat je dus dan moet opletten om die om te zetten naar het gewenste datatype, heel vaak een integer voor gehele getallen of een float voor die decimale getallen. Opnieuw, dus nog eens,
We vragen die lengte. Als de gebruiker zou ingeven, bijvoorbeeld de lengte van mijn vierkant is 5,5, en je zet dat om naar een integer, dan krijgen wij een probleem. Want je kan geen decimale getallen opslaan in het datatype voor gehele getallen. Het is ook misschien logisch dat niet alle afstandsmaten precies gehele getallen zijn. Houd je daar ook een klein beetje rekening mee. Dan kan je die misschien best opslaan in een float. Wat je wel mag opslaan in een float, is bijvoorbeeld het getal 5,0. Dat past ook in een float. Dus afhankelijk van je wiskundeoefening is het misschien verstandig om toch te kiezen voor die float of toch te kiezen voor die integer. Maar dat merk je dus aan het soort oefening waarmee je bezig bent. We doen een voorbeeld. De rechthoek. Ik vraag aan mijn gebruiker, wat is de lengte? Wat is de lengte van de zijde? Breedte, wat is de breedte? Oppervlakte, dat weet je wel al te goed, is lengte maal breedte. En de omtrek is 2 maal lengte plus breedte. We printen de oppervlakte en de omtrek naar het scherm. Er zijn een aantal zaken die opvallen. 1. We gaan bovenaan die zaken die input moeten aanpassen. Want standaard wordt die dus ingeladen als een string. Met een string mogen wij niet rekenen. We gaan die omzetten naar een geheel getal, naar een integer. Je ziet daar die int verschijnen. Opgelet ook, als je die converteerfunctie gebruikt, je zet dat dus om van een string naar een integer, komen daar haakjes bij. Als je de aantal haakjes telt, er zijn daar 2 haakjes bijgekomen. Zorg er dus voor dat je het juiste aantal haakjes opent, maar ook afsluit. Ook hier, in het midden, zie je dat we een aantal bewerkingen uitvoeren. We voeren daar een vermenigvuldiging uit. Voor een vermenigvuldiging kan je daar het sterretje voor gebruiken, net zoals bijvoorbeeld op de rekenmachine. Dezelfde wiskunderegels blijven hier ook van tel. Bijvoorbeeld bij de omtrek 2 maal tussen haakjes lengte plus breedte, dan zal hij eerst de haakjes op uitvoeren en dan pas de vermenigvuldiging. De volgorde van bewerking, zoals wij leren in de lessen wiskunde, blijft dus ook gelden als wij werken in die Python-omgeving. Nu, deze oefening is nog niet perfect, want wij zetten dit om naar een geheel getal. Als de gebruiker zou invoeren, de lengte van mijn rechthoek is 5 en de breedte is 4,2. Wel, dat zal niet werken, want wij slaan dat op een gehele getallen. Dat zal niet zo goed gaan. We gaan dat opslaan als een float. Als we het opslaan als een float, houden we rekening mee dat de gebruiker misschien wel eens een decimaal getal zal invoeren en dat we dat decimaal getal moeten kunnen opslaan. Dus verstandig hier dus om gebruik te maken van die float. Voilà, we kunnen dat dus printen naar het scherm. Hier onderaan zie je verschijnen print string, float. Wat wil ik daarmee zeggen? Als jij een wiskundeoefening uitvoert en je wil een resultaat printen naar het scherm, is het misschien verstandig om daar een stukje tekst bij te schrijven. Dat stukje tekst zal die output voorzien van meer informatie, en dat is iets wat de wiskundeleerkracht altijd graag leest, de eenheid waarin het kan staan. Je kan het dus hebben over het aantal vierkante meter dat een bepaald vierkant groot is, een bepaalde rechthoek groot is. In de volgende oefening, waar we het echt gaan hebben over het concateneren, het combineren van zo'n string en wat meer informatie, waar we die print kunnen verzorgen, dat komt allemaal later aan bod. Maar we zullen dus werken naar een oefening waarbij we printen de oppervlakte is, oppervlakte, en we werken naar de omtrek is, omtrek. Daar werken we dus naartoe in dit eerste hoofdstuk. Maar we gaan aan de slag met dat omzetten van die integers en die float. En dat gaan we doen in de Dodona-omgeving met eenvoudige bewerkingen, oefening 1. We gaan 1 oefening samen maken en dan is het aan jou voor de volgende oefeningen. Oké, ik zit hier in mijn Dodona-omgeving bij eenvoudige bewerkingen, oefening 1. Om de totaalscore, het gemiddelde en het percentage van een reeks toetsen te berekenen, moet je de individuele scores optellen, en zo berekenen we de totaalscore, delen door het aantal toetsen, en zo berekenen we het gemiddelde, en vervolgens moeten we het percentage berekenen. Alright. Vraag aan de gebruiker om de score van 3 toetsen in te voeren. We gebruiken hiervoor de inputfunctie. Nieuwe zaken in de vorige les. Bereken de totaalscore door de individuele scores op te tellen. Bereken het gemiddelde van de 3 punten. Bereken het percentage van het gemiddelde door het gemiddelde te vermenigvuldigen met 5. Oké? Alice heeft volgende toetspunten die we moeten verwerken in ons algoritme. Toets 17 op 20, een 8,5 op 20 en een 11 op 20. We voeren dus 3 toetsen in op 20. We gaan de totaalscore berekenen. We gaan een gemiddelde berekenen op 20. En dan eigenlijk kijken hoeveel dat zou zijn op die 100%.
Oké, we gaan eventjes naar onze papyrus omgeving. Dat is een handige omgeving om je kladoefening te maken, want dan kan je testen, kan je zien of er iets fout loopt, dan kan je ook debuggen voor je het indient bij de docent. We hebben dus een eerste toets en we gaan die toetsen dus moeten vragen aan de gebruiker. We gaan de inputfunctie moeten gebruiken. Toets 1 is float input. Geef de score van toets 1. Of we zullen het eenvoudiger maken. We zullen gewoon schrijven toets. Toets 2. Float input. Toets 2. Toets 3. Float input. Toets 3. Wat moet er daarmee gebeuren? We gaan de totaalscore berekenen. De totaalscore is vrij eenvoudig. Wij gaan toets 1 optellen bij toets 2 en bij toets 3. We gaan het gemiddelde berekenen. Het gemiddelde, de variabele gemiddelde, is de totaalscore. Delen door het aantal toetsen, in dit geval 3. En we gaan percentage berekenen. En als percentage, wel, dat is ons gemiddelde, in dit geval gedeeld door 20 maal 100. Of we kunnen echt gewoon maal 5 doen. We hebben een gemiddelde berekend op 20. We kunnen dat gemiddelde zien op 100. Om ons percentage te berekenen, kunnen we het ook zo oplossen. Nu tijd voor onze uitvoer. Dit was onze invoer. Dit was onze verwerking. Dit was onze invoer. Dit was onze verwerking. En de zaak die ik nu aan het toetsen ben met dat hashtag-teken voor, dat is niet voor sociale media, maar dat zijn comments. En met die comments kan ik duidelijk maken aan andere mensen wat er eigenlijk aan het gebeuren is in mijn oefening. De uitvoer: print totaalscore, print gemiddelde, print percentage. Oké, we gaan dus de score van toets 1 was 17, de score van toets 2 was 8,5 en dan 11,5. Voilà, ik krijg een 37, 12. Oké, we gaan die oefening eens kopiëren naar Dodona. We gaan die eens uitvoeren, kijken of die volledig matcht met de evaluatietool die ingebouwd zit. We ontbreken nog een aantal zaken, maar de zaken zijn vrij klein. Hij verwachtte gewoon een andere invoer. Dus ik heb mijn invoer is met een dubbel punt, maar hij verwachtte een gelijkheidsteken. Ik zal die eventjes kopiëren en mijn uitvoer aanpassen. Dus opnieuw. Hij had hier verwacht dat toets is gelijk aan en is gelijk aan. Maar ze zouden nu wel. Met het gelijkheidsteken. Je kan dus zoveel als mogelijk oefeningen indienen in de Dodo-omgeving, dat is geen probleem. Hier verwacht hij uitvoer 37. Wij hebben uitvoer 37.0. Strikt genomen hetzelfde. We kunnen hiervoor, om ervoor te zorgen dat het toch volledig klopt, wel nog onze uitvoer omzetten naar een integer. Dus 37 is een geheel getal. Normaal gezien zouden wij nu niet meer mogen klagen over mijn output. Enfin, strikt genomen was 37.0 ook juist, maar hij verwacht hier dus een comma getal. Waarom verwacht hij daar een comma getal? Waarom is het daar moeilijk over? In onze oefening hebben wij die score berekend via een float. Een float is een decimaal getal. Dus ook al tik je daar 37 in, hij maakt daar 37.0 van. De code verwachtte een mooie 37. Ik heb die hier op het einde omgezet naar een integer. En klaar is Kees. Voilà,
Dat is de volledige oefening eenvoudige bewerkingen. Het is nu aan jou om de tweede oefening te maken van die eenvoudige bewerkingen. In de volgende lesvideo gaan we dan echt aan de slag met het verzorgen van onze output en gaan we concateneren. Tot de volgende!